In de KB hebben we heel veel persoonlijke correspondentie van de Fagel-familie. Maar we hebben ook pamfletten over de Fagel zelf, geschreven door voorstanders en vijanden. De Fagels was een familie van griffiers, maar was één iemand die de hoogste functie van de Republiek kon bemachtigen, raadspensionaris. En dat was Caspar Fagel. Caspar Fagel kreeg die functie in 1672, op het moment dat eigenlijk Nederland belaagd werd door allerlei vijanden van buitenaf. Maar Caspar Fagel slaagde erin, toen hij benoemd was, juist toen zijn voorganger, Johan de Witt, werd vermoord, om moedig samen met de stadshouder, Willem III, al die vijanden af te slaan en Nederland terug sterk te maken. Maar de regenten in Amsterdam, die waren niet blij met Fagel. En die schreven pamfletten, hatelijke pamfletten, tegen zijn persoon en zijn reputatie. En die pamfletten, veel daarvan, hebben allemaal bewaard. Handgeschreven en sommige ook in druk. En een van die pamfletten noemt hem bijvoorbeeld de nagel van de doodskist van de staat. Een ander pamflet die beklaagt het schip van de staat dat gestrand is door deze Caspar Fagel. En hij waarschuwt ook, kijk uit Caspar Fagel, want jouw voorgangers hebben een vreselijk lot gehad. Johan de Witt werd vermoord door het gepeupel van Den Haag. En jouw lot zal hetzelfde zijn als je niet een betere bestuurder bent. Op nou jouw krijters en bende van Fagel, de pest van ons land, dat hoofd van Jan Hagel, van plunderaars velen en rustenverstoorders, van bloedige tijgers, van muiters en moorders, van handveste schenders, van edeverbrekers, van duivels gebroedsel, van scheurzieke prekers. Nu treedt men de vrijheid landsrechten met voeten, spant nu dan tezamen tot eer en landsbeste en band deze plaag, deze peste uit de westen, die het al van zijn hand doet vloeien en draven, om het vrije geboren te maken tot slaven. Nu zie je, nu merk je, ik toon je de blijken, of ben je nog blind en wil je niet kijken, hoe deerlijk het schip van de staat in de lieheid. Och, 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 waartoe vervalt onze vrijheid? Caspar Fagel werd misschien in zijn eigen tijd gezien als een matig bestuurder die veel te veel omging met de stadshouder. Maar in de 18e eeuw werd hij door zijn familie opgehemeld als een echte staatsman. Thank you.